Hey, goed dat je kijkt. Deze video gaat over paragraaf 4.2, over de vorming van geslachtscellen. En ik zal je iets meer uitleggen hoe zaadcellen en eicellen ontstaan. In de les hebben we al wat basics gedaan. En dit is gewoon als aanvulling, eigenlijk voor de moeilijke delen ertussen, zodat je die in je eigen tempo kan terugkijken. Je moet namelijk uit kunnen leggen hoe die reductiedeling verloopt, die meiose. Daar zal ik je wat uitleg over geven. En ook wat meer details over zaadcellen en eicellen. De basics ga ik dan eens even overslaan. Als we kijken naar alle chromosomen. Let op, wacht, ik ga één stapje terug, hè. Dan laat hem even makkelijk zijn. In jouw cel heb jij een celkern. En in je celkern ligt al het DNA. Alle mogelijke eigenschappen die jou maken. Dat DNA, dat ligt opgerold in chromosomen. Dus als ik vlak voor de celdeling rolt mijn DNA op, zodat ik dat dan mooi kon verdelen. Weet je nog, met die mitose? Daar hebben we het over gehad. Jouw DNA ligt niet in één chromosoom, maar eigenlijk heb je 46 chromosomen. Je hebt namelijk 23 paren. Van ieder chromosoom heb je er twee, waarvan eentje van jouw vader afkomstig is uit de zaadcel en de andere van de moeder uit de eicel. Dus toen jij voor het allereerst jij werd, de allereerste cel van jou, die is pas dubbel geworden. En daarvoor was de zaadcel had eigenlijk al deze chromosomen maar één keer. En de eicel had dat ook zo. Dit is dus zo'n karyogram. Dus waar je alle chromosomen ziet in de celkern. Alle lichaamscellen hebben dus, van ieder chromosoom hebben ze er twee. Want je hebt chromosoom 1, heb je één van je vader en één van je moeder. En chromosoom 2 is dat hetzelfde. En chromosoom 3, et cetera, et cetera. Dat noem je dan diploïd, in tweevoud. Daar hebben we een soort van formule voor. Twee keer het aantal chromosomen dat een organisme heeft. Dat kan verschillen per organisme, vandaar dat dat n'tje er staat. De geslachtscellen, dan heb je niet twee van ieder chromosoom. Nee, je pakt er eigenlijk random één uit. Dus stel dat deze persoon zich weer voortplant, het zou best kunnen dat die chromosoom 5 van de vader doorgeeft, dus de linker, maar dat die chromosoom 4 weer van de moeder doorgeeft. Dus je krijgt alles gaat door elkaar na een paar generaties, maar dat is ook wat je wil, want dan krijg je dus die variatie door die recombinatie. Hopelijk snap je dan wat ik bedoel. Dus als je geslachtscellen maakt, een zaadcel of een eicel, dan moeten die haploïd zijn. Dus nog maar één chromosoom van iedere soort. Daarom schrijf je dat als n, gewoon door de helft. Wij hebben dus 23 paren, maar onze zaadcellen zijn dus hebben maar 23 chromosomen. En onze eicellen hebben ook maar 23 chromosomen. Maar alle andere cellen in jouw hele lichaam, die hebben dus 46 chromosomen. Want die hebben die 23 alleen al keurig in paartjes. Je hebt dus alles dubbel. Je hebt dus twee keer chromosoom 1. Je hebt dus als er een gen ligt op chromosoom 1, stel dat je gen voor oogkleur op chromosoom 1 zou liggen, dan heb je dus ook twee keer een gen voor oogkleur. En jouw lichaam kiest welke die dan gebruikt daarvan. Dat is een heel ander hoofdstuk. Daar gaan we het ook nog over hebben. Want je hebt niet twee verschillende kleuren ogen, je hebt wel maar één kleur. Dus je gebruikt vaak maar één van die twee genen. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Wees je er wel van bewust dus hoe we dat DNA mixen en dat dat dus vooral door de helft gaat. Voordat we überhaupt die zaadcellen hebben, moeten we die eerst maken. En met eicellen ook. Die gaan we een beetje voorbereiden. En dat noemen we de reductiedeling. Dus de meiose is dat met een ander woord. Dus je kent mitose, gewone celdeling. Komt nu een extra bij, meiose, dat is reductiedeling. Reductie staat voor afname, een heel chic woord voor reduceren, weet je nog? Misschien herken je dat. Want ik ga mijn DNA door de helft doen. Waarom zeg ik altijd deze gekke 2n en n? Omdat voor ieder organisme, die hebben een verschillend aantal chromosomen. Kijk, wij hebben 23 chromosomen per geslachtscel. Die samen dus als paartjes zijn het er 46 in een lichaamscel. Maar een fruitvlieg heeft maar 8 chromosomen. Dus in een zaadcel van een fruitvlieg zullen zelfs maar 4 chromosomen liggen. Terwijl een hermietkreeft, kijk hoeveel die nodig heeft. Er is geen touw op te trekken. En het is ook niet per se dat als je meer chromosomen hebt, dat je dan een ingewikkelder organisme bent. Heel erg gek. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. De wetenschap is daar ook nog niet helemaal uit hoor, hoe dat dan precies zit. Want je gebruikt niet al het DNA. Nou, n is dus ieder chromosoom één keer, noem je haploïd. 2n is ieder chromosoom twee keer, noem je diploïd. Kijk, een haploïde eicel, een haploïde zaadcel en die worden samen een diploïde zygote. Die zygote heeft dus alles twee keer vanaf nu. En die zygote gaat uitgroeien tot een hele baby. Als ik het karyogram neem van de eicel en van de zaadcel, ziet dat er zo uit. En als ik ze samenvoeg, let op, kijk, dan zie je chromosoom 1 ineens als een paartje. En chromosoom 2, die ligt hier ook als een paartje, enzovoort, enzovoort.
om dus te bevruchten heb je twee haploïde cellen nodig. En de natuur wil dat, omdat je dan dus heel snel die variatie krijgt. Dan mix je veel sneller. En anders zouden al jouw nakomelingen een kloon van jezelf zijn. En als jij niet goed bent aangepast aan de omgeving, zijn jouw nakomelingen dat ook niet. Dus het is juist heel gunstig in de natuur dat je alles goed door elkaar mixt. Meiose is dus maar in één plek in het lichaam. Als je een teelbal hebt, is dat daar. Als je een eierstok hebt, is het daar. Niet vaak heb je het tegelijk. Dus als ik zou vragen welke cel in jouw lichaam is haploïd, dat zijn echt alleen maar de zaadcellen. En alle andere cellen zijn diploïd. Allemaal. Want haploïde cellen hebben wij niks aan. Zo werkt ons lichaam niet. Die maken we alleen maar zodat we ze later weer kunnen mixen met een andere haploïde cel. Als je dat begrijpt, dan ben je klaar voor de volgende stap. En dat gaat worden de meiose. Dus de reductiedeling. Dus ik wil van een cel een zaadcel maken. Dan moet ik eigenlijk mijn chromosomen door de helft doen. Maar ik moet goed opletten, want stel dat ik zomaar 23 chromosomen neem, dan kan het nog eens fout gaan. Ik moet precies hier eentje van hebben, hier eentje van hebben, hier eentje van hebben. Dus het komt best wel nauw welke ik pak. Want ik mag er maar één pakken van elk paar. Want als ik ze niet helemaal goed match, dan is een embryo niet levensvatbaar. Of kun je bijvoorbeeld Down-syndroom krijgen als je per ongeluk 3 keer chromosoom 21 zou krijgen. Dus je wil niet per ongeluk een chromosoom ergens te veel. Nou, hoe doen we dat dan? Meiose gebeurt in 2 stappen. Meiose 1 en meiose 2. Van meiose 1, dan heb je dus jouw DNA. Maar, voordat je de celdeling gaat doen, ga je eerst al het DNA verdubbelen. Zelfs als je de meiose gaat doen, ga je dat doen. Het DNA is al verdubbeld in de S-fase. En ik raad je aan om eens te kijken naar die celcyclus. Als je die begrijpt, dan snap je ook goed waar ik het over heb. En anders moet je heel even negeren wat ik zeg. Maar die celcyclus is ook belangrijk om goed te snappen. Dus in de S-fase verdubbel ik mijn DNA. Het verdubbelde DNA ligt al klaar. Ik ga naar de G2-fase, dus mijn DNA wordt gecheckt. Is dat goed gekopieerd? Zitten er geen mutaties in? Geen kopieerfoutjes? Nou, als dat gecheckt is, dan mag je gaan delen. Dan gaan we beginnen met meiose 1. Onze verdubbelde chromosomen, die gaan we even goed verdelen, zodat bij chromosoom 1 eentje in een dochtercel komt. En een andere in de andere dochtercel. Bij chromosoom 2 komt er eentje in de ene dochtercel en in de andere. En dat gaan we per chromosomenpaar heel netjes en eerlijk verdelen. Dus uiteindelijk krijg je al 2 haploïde cellen. Maar die zijn nog niet klaar, want het DNA is nog steeds verdubbeld. Dus nu gaan we dat verdubbelde haploïde celletje gaan we ook nog eens uiteentrekken. En dan krijg je uit elkaar getrokken chromatiden per cel. En als je dit niet begreep en dit heel snel ging, dan laat ik het je nu eerst even lekker zien. In je BINAS, godzijdank, staat er gewoon een heel erg prettig tabelletje over. Over de oogenese, dat is een chic woord voor de eicelvorming. En de spermatogenese, je raadt het al, dat is de zaadcelvorming. Er zijn 2 bijzondere chromosoomtypes. Chromosoom 1, chromosoom 2, dat ken je allemaal wel, maar er zijn ook geslachtschromosomen. In dit geval is dat, even kijken, hier, de X. Als je 2 X'en hebt, dan ben je een vrouw. Als je een 1 X hebt en 1 Y, dan ben je een man. 2 Y-chromosomen kan niet voorkomen. Daar liggen te weinig genen op. Dus je hebt 2 X is een vrouw, een X en een Y is een man. Nou, die geslachtschromosomen, die zag je weergegeven, want een vrouw heeft dan X en X, maar een man heeft X en Y. Maar ze hebben wel allebei 46 chromosomen. We gaan eerst kijken naar de man, want dat is wat simpeler. Je hebt een spermatogonia, nou ja, die namen, dat is allemaal chique praat voor voorlopercellen van spermacellen. Als je eenmaal zo'n primaire spermatocyte hebt, dan gaat die zijn DNA eerst verdubbelen. Die verdubbelde chromosomen, die knoop je mooi aan elkaar, met zo'n centromeer, weet je nog, met zo'n knoopje erin. En ik trek de chromosomen nog helemaal niet uit elkaar. We gaan naar meiose 1. Kijk, dan ga ik van 46 chromosomen naar 23. Je hebt of de X bij deze, of je hebt de Y. Want ik pak maar 1 van de 2 geslachtschromosomen. Eigenlijk bepaalt de zaadcel dus welk geslacht de toekomstige baby gaat krijgen. Want daar ligt of een X of een Y. Kijk, en vrouwen die gaan hun DNA ook door de helft doen, maar die geven aan de ene cel een X en aan de andere cel ook een X. Dus die kunnen alleen maar X'en doorgeven. Dus de Y-chromosomen worden doorgegeven van man op man. Nou, de spermacellen, die worden gewoon dus 46 chromosomen, worden er 23. Maar die 23, die liggen nog wel verdubbeld met elkaar. En die trek ik dan
uit elkaar. Dat ik echt alleen maar de enkele chromatide heb. En dan heb ik dus eigenlijk vier van die spermacellen. Dus één cel wordt er vier, omdat we eigenlijk het over twee celdelingen hebben. Laat ik je zien. Hier zie je de meiose vanuit je boek. Maar ik ga expres die van je binas erbij pakken, want dat is veel handiger. Hier zie je nog een keer de meiose, maar dit keer de binas. En let op, hè, voordat de celdeling begonnen was, hadden we die chromatide, die hadden we verdubbeld. Zie je? Dus we hebben nu deze, de chromosomen zien er zo uit. Die zijn eigenlijk dubbel. Die rollen weer op in de profase. Alleen hier, er staat een hele dikke pijl bij, hier verschilt de meiose van de mitose. En als je dat even goed bekijkt in je binas, dat raad ik je heel erg aan, kun je de video's op pauze zetten, kun je het verschil zien in de metafase van de meiose en de metafase van de mitose. Je ziet namelijk, ik zal even zelf verder klikken of ik dat heb. Hier links zien we de meiose, hier rechts zien we de mitose. Kijk, bij de mitose liggen alle chromosomen naast elkaar. Dan komen die trekdraden en die trekken allebei hun eigen chromatide zo naar de polen toe. Bij de mitose is dat. Bij de meiose liggen de chromosomen niet naast elkaar, maar liggen de gelijke paartjes onder en boven elkaar. Zie je dat verschil? Dus hier is A toch wel anders dan hier, dan de pijl B. Want hier liggen de twee rode chromosomen naast elkaar, hier liggen ze boven en onder elkaar. Als nu de trekdraden komen, pakken ze alleen maar één van die rode chromosomen en die nemen ze in zijn geheel mee naar de pol. Dus ik heb nu de chromosomen, de cel gaat helemaal de kern weer opbouwen en komt even helemaal in een soort van tussenstadium terecht. Hij heeft nu nog maar de helft van de chromosomen, hij is dus nu haploïd en de chromosomen zijn nog wel dubbel, zie je? Ze liggen nog wel met twee chromatiden zo aan elkaar geknoopt. Daar moeten we nog steeds iets aan doen. Dus bij de meiose is nog een tweede stap nodig. Dus er komt nog een keer een celdeling. En ik ga die chromatiden nu echt uit elkaar trekken, knoopje eruit. En nu heb ik weer enkele draadjes. En die enkele draadjes, die rollen zich uiteindelijk weer op. En dan krijg ik dus vier verschillende geslachtcellen. Of spermacellen, of eicellen. Nou is er een soort trucje. Eén klein dingetje. Bij een man was het simpel, want je zag dat ik vier spermacellen heb. Ik ga nog even heel snel terug. Vier spermacellen. Een vrouw maakt maar één eicel per maand. En die komt vrij bij de ovulatie. Dat komt omdat die eicel echt gigantisch is, hè, voor een cel. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat die cel, die deelt zich wel in twee stukken, maar één van die twee wordt een pollichaampje. Dat is eigenlijk gewoon een soort rest, ja, die cel die sterft een beetje af. Dat pollichaampje gaat allemaal cytoplasma maken voor die oocyte, voor die beginnende eicel. En die geeft eigenlijk al het cytoplasma aan die cel om die heel erg op te pompen en steeds groter te maken. Want die moet helemaal vol liggen met voedingsstoffen. Dus dit pollichaampje, deze cellen mislukken eigenlijk. En daarna deel je dus nog een keer, want ik ben dus hier al wel haploïd, maar hier lig ik nog de chromatide aan elkaar geknoopt. En van deze naar deze moet ik dus de chromatide ook nog uit elkaar trekken, zodat die ook nog enkel zijn. En dan hou ik dus één eicel over, waarbij alle andere drie dus mislukken, gewoon omdat je die helemaal opoffert voor die ene eicel. Die maken al het cytoplasma wat ze hebben, die geven ze allemaal aan die ene goed gelukte cel. Die wordt uiteindelijk de eicel. Ik ging best wel snel, weet ik ook. Dat snap ik ook. En ik wil heel graag op jullie individuele vragen ingaan. Dus laat het vooral weten als je dat hebt. Wat ik vooral belangrijk vind is dat jij ziet dat de meiose in twee stappen verloopt. Omdat je dus wel het DNA verdubbeld hebt. Eerst ga je van diploïd naar haploïd. Daarna ben je al haploïd. Maar de chromosomen zijn nog dubbel. Dus je hebt nog twee chromatiden. Dus die moet je ook nog even uit elkaar trekken. En dan pas heb je helemaal haploïde cellen die ook nog eens niet verdubbeld DNA hebben. Dan heb je precies één chromosoom. En dan kun je deze mooi gaan recombineren met een willekeurige andere cel. Komt er een bevruchting en heb je een kind. En dat is eigenlijk heel technisch hoe je dus die geslachtscellen maakt.